200 meter nog voor het startpunt. ...100 meter, 50 meter, 30 meter, start gevallen. Deelnemers zijn gestart voor de Copiatprijs en het is een strijd om de leiding. In een vliegende vaart gaat nu Piet de Wit naar voren, heeft een lengtevoorsprong genomen. Jack op de tweede plaats en derde is Icarezo. Dat is dan de volgorde in de openingsfase van de koers als we de eerste bocht ingaan. Aan de kop is het Piet de Wit. Daar komt aan de buitenzijde Jack. En Jack gaat het tweede spoor opzoeken. En dat betekent een aanval. Jack gaat naar het front. Neemt over van Piet de Wit. Icarezo op de tweede plaats. Daarachter dan Kenzo W. En zo komen de paarden in de rechte lijn voor de tribune. Straks bij het passeren van de finish nog een volle ronde van 1200 meter hier op de renbaan Duinlicht af te leggen met Jack aan de leiding. Jack heeft een lengtevoorsprong, Piet de Wit op de tweede plaats. Aan de buitenzijde komt Kenzo W opzetten en Jaap van Rijn denkt het gaat mij niet hard genoeg. Hij gaat naar het front, gaat de leiding overnemen, heeft een lengtevoorsprong nu genomen, zal wel eraan naar binnen gaan. Jack op de tweede plaats, derde is dan Piet de Wit en de vierde plaats is voor het nummer 3 van Icarus O. Dat zijn op dit ogenblik de 4 best geplaatste paarden. Als we nu de laatste ronde ingaan aan de start van het veld, hebben we op dit moment Knockout Invicta en Carina Alki. Bocht wordt gerond, de 1000 meter paal genaderd met Kenzo W aan de leiding. Kenzo W leidt hier, heeft een lengtevoorsprong. Jack op de tweede plaats, Pieter Wit derde, Icarezo vierde, vijfde Knockout Invicta en zesde Carina Alki. Dat is dan de volgorde. Er is eigenlijk nog niks spectaculairs gebeurd in de koers. Halverwege de rechte lijn aan de overzijde. En op het moment dat ik dat zeg, gaat Rob de Vlieger van de laatste plaats op weg naar voren. Gaat in het tweede spoor een paar paarden passeren. En meldt zich weldra in de frontrank als de deelnemers het laantje van Jochems rechts laten liggen. De laatste bocht gaan insnijden, insturen. En zo gaan we in een compacte cluster richting laatste rechte lijn. Met Kenzo die nog altijd leidt. Met een lengtevoorsprong Jack op de tweede plaats. Aan de buitenzijde is het Carina Alki die daar is opgedoken. Vierde Piet de Wit, vijfde Knockout Invicta, zesde Icarezo. En zo gaan we dan de laatste rechte lijn in. We hebben nog 400 meter af te leggen in de Copiatprijs. En er hadden Kenzo W aan de leiding. Kenzo W die gaat als een groot vorst met 2 lengte voorsprong op Jack. Die wordt al gemaand en daarachter komt aan de buitenzijde Carina Alki met haar eindschot. Aan de binnenkant Piet de Wit en aan de buitenzijde komt Knockout Invicta. Maar het is nog altijd Kenzo W die leidt. Kenzo W heeft een grote voorsprong. En daar komen ze van ze lange leven niet meer aan. Kenzo W wint het hier met Jaap van Rijn. Op de tweede plaats is het dan Carina Alki. En de derde plaats is voor Jack, dan Knockout Invicta.